bloem, 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 bloem. We hebben al een heel lange samenwerking met Musica rond de eerste klasconcerten. Een project heel specifiek voor het eerste leerjaar van het lager onderwijs. En nu sinds een aantal jaar werken wij met Musica, Impulscentrum voor Muziek, ook samen rond onze topstukweken in het Concertgebouw. De topstukweken zijn eigenlijk 5 weken verspreid over het seizoen, waarin dat we telkens 1 meesterwerk uit de klassieke muziek centraal zetten. Musica hebben we een aantal formats uitgewerkt. Dat zijn 5 formats die in een aantal van die topstukweken terugkeren, waarbij dat we heel bewust gaan kiezen om een participatieproject op te zetten met een bepaalde doelgroep. Sommige mensen vinden de weg naar het Concertgebouw heel gemakkelijk, maar er zijn ook doelgroepen die dat niet vinden, die een gevoel hebben van ja, dat is te elitair, dat is niet mijn ding, ik hou niet van die muziek. Wat gebeurt er? Bestaat dat eigenlijk? Wat is dat eigenlijk? Ik kom daar niet. Bijvoorbeeld rond de 9e symfonie van Dvorak. In die topstukweek hebben we ook het project Young Curators georganiseerd. En wij zijn eigenlijk samen met een groepje jongeren tussen de 16 en de 18 jaar actief aan de slag gegaan rond het thema van die muziek. Ik ben Suhel Faris, ik ben 16 jaar en ik doe mee aan de Young Curators. En rond die ideeën die daar rond ontstaan zijn, hebben zij een expo georganiseerd waarin dat ze eigen werk hebben gecreëerd en dat ze dan gepresenteerd hebben aan een heel breed publiek. Maar je merkt toch dat je partnerorganisaties nodig hebt die heel lokaal aanwezig zijn om dit soort formats tot een succes te brengen. Vandaar dat wij wel beroep doen op tussenorganisaties. Organisaties die een bepaalde expertise al ontwikkeld hebben rond een bepaalde doelgroep. Bijvoorbeeld in het project met de vrouwengevangenis hebben we samengewerkt met de Rode Anthraciet, die instaat voor een bepaalde vrije tijdsaanbod binnen de gevangenis. Die gaan echt met ons ook gaan nadenken van wat dat die muziek kan betekenen voor die vrouwen die op dat moment in detentie zijn. Zijn er eigenlijk liedjes dat we kennen? Nee, dat staat heel specifiek. Dat waren toen de boetepsalmen van Lassus, dus dat is wel een heel beladen, zware muziek aan zich. En wat kan dat dan betekenen voor die vrouwen die op dat moment in een bepaalde fase zitten in hun leven, die doorbrengen in de gevangenis? We hebben daar toen een film van gemaakt, samen met Griet Tek. En eigenlijk geeft dat wel een heel mooi beeld naar een breed publiek van wat die muziek kan losbrengen. In zo'n projecten is die methodologie zeer belangrijk. Is dat überhaupt mogelijk met die doelgroep? Is dat praktisch haalbaar? Kan dat wel? En dat is wel een leerproces waar dat wij nog in zitten. Van hoe kunnen we ervoor zorgen dat het project bij ons nog niet te veel vastgebeiteld zit, maar dat we daar voldoende ruimte in laten om ook die expertise van die tussenorganisaties daarin te verwerken. We hebben Musica echt nodig om die artistieke processen te faciliteren. Musica kan echt gaan nadenken over, we hebben die doelgroep inderdaad, we hebben die tussenorganisatie die zorgt voor die doelgroep. Wij hebben hier dat artistieke element en die muziek. Maar hoe kun je tussen die twee elementen eigenlijk een artistiek proces op gang brengen? En dat is de expertise van een facilitator, moderator. Iets wat Musica doet, zodat het een drieluik wordt. 3 punten, Concertgebouw, je hebt Musica en de doelgroep. Het is belangrijk in een samenwerking dat je iedereen vertrouwt op zijn expertise. Het is die evenwaardigheid die zo belangrijk is. We hebben beide een gelijkaardige expertise, maar toch ook heel anders. En door die te combineren, komen we eigenlijk tot die sterke formats. Het is eigenlijk door echt na te denken vanuit ons, van eigenlijk echt met die artistieke expertise en wat hebben wij hier al in huis, wat hebben wij hier eigenlijk sowieso dat hier al is. En de expertise die Musica heeft om echt heel out of the box te gaan nadenken van hoe kunnen wij een bepaald artistiek proces benaderen, hoe kunnen wij een artistiek proces op gang brengen met heel diverse mensen. En eigenlijk door die elementen te gaan combineren, denk ik dat wij tot zo'n krachtige samenwerking komen met zo'n mooi project.